Ik wil het met jou hebben over het verspreiden van een virus. Nee, wees niet bang. Je hoeft niet snel je mondkapjes erbij te houden. Het gaat hier over een gezond virus. En een virus wat je zelfs ook nog succesvol en gelukkig maakt. Het is wel besmettelijk, dat dan weer wel. Ik wil het namelijk met je hebben over het gastvrijheidsvirus. Ik heb namelijk ontdekt dat mensen en bedrijven die hun best doen om gasten, klanten, cliënten, patiënten, collega's, leveranciers of wie dan ook zich welkom te laten voelen, dat ze dan meer succes hebben als bedrijf en ook als persoon in vergelijking met bedrijven of mensen die gewoon maar hun ding doen. Mijn naam is Laura de Lamar. Ik ben eigenaar van Gastvrijheid in Bedrijf en de Gastvrijheid in Bedrijf Community. En ik noem mezelf een gastvrijheidsstrijder, want ik probeer het gastvrijheidsvirus zoveel mogelijk te verspreiden. En mensen uit allerlei branches te helpen om gastvrijheid te verbeteren en te borgen. Ik heb er een boek over geschreven, Het Geheim van Gastvrijheid. In deze video ga ik jullie kort alvast wat geheimpjes delen, zodat je daarmee aan de slag kan gaan. Veel mensen denken dat gastvrijheid echt van de horeca is. Of dat je er heel veel tijd en geld in moet stoppen, of dat het heel erg in de luxe dingen zit om een gastvrijheidsbeleving neer te zetten. Of dat je echt die Amerikaanse glimlach, die pijnlijke glimlach moet laten zien. Maar niets is minder waar. Laat ik beginnen. Gastvrijheid is overal. In alle branches kun je het verschil maken met gastvrijheid. Gastvrijheid is niet per se een vak. Het is een manier van werken, een manier van leven. En het kost niet veel tijd of geld. Het is eigenlijk een andere manier van denken en een andere manier van doen. Sterker nog, het levert je ook heel veel tijd op. In het begin moet je misschien wat meer moeite doen, maar uiteindelijk levert het je echt heel veel tijd en energie op. Daarnaast kun je ook zeggen dat als het niet oprecht is, dat het dan niet gastvrij is. Dus die Amerikaanse nep, dat trucje, ja, dat werkt niet. Pas als het oprecht is, en wij als Nederlanders zijn daar heel gevoelig voor, dan pas is het echt gastvrij. Het is dus geen trucje, maar een kunst. En iedereen kan het, mits je er open voor staat om door de ogen van een ander te kijken en zelf in de spiegel te kijken en bewust met gastvrijheid bezig te zijn, elke dag. Nou, de vraag, hè, wat is dan die gastvrijheid? Nou, daar is wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. En je kan zeggen dat het in een aantal kerndimensies zit. Namelijk persoonlijke aandacht. Je echt welkom voelen. Het zit in begrip en erkenning. Dus het gevoel dat je gezien en gehoord bent als gast. Het zit ook in dienstbaarheid. Dus dat je ziet dat mensen je graag willen helpen in plaats van dat het een moetje is. Maar ook in dimensies als veiligheid en autonomie. Dus je zou kunnen zeggen, gastvrijheid is een emotionele beleving van de ander. Het is een goed gevoel. Maar het is ook heel persoonlijk en momentafhankelijk. Want wat jou een gastvrijheidsbeleving geeft, kan best zijn dat het bij mij precies andersom werkt. Dus het vraagt heel veel mensenkennis. Het positieve is wel dat het doorvertellen waard is. Dus mensen gaan daar graag over vertellen en nemen hun vrienden en familie mee. Dus het versterkt je imago enorm en heeft heel veel positieve resultaten voor je bedrijf. Eén ding is belangrijk om je wel te realiseren. 11% van beleving zit in tastbare zaken. Dus de grootste impact zijn uiteindelijk toch nog de mensen die het doen. Dus ga niet blind staren op de dingen, maar ga echt kijken hoe je als personen het verschil kan maken. En het gave is, het levert echt superveel op. Gastvrijheid is wederkerig. Wat je geeft, krijg je ook weer terug. Het geeft je voldoening, heel veel complimenten. Het verbetert je communicatie en je samenwerking. Je krijgt de gunfactor. Nou, genoeg om op te noemen. Hoe gaaf zou het zijn als we samen het virus kunnen verspreiden? En ik daag jou uit. Ga echt heel bewust kijken door de ogen van de gast. Let op die kleine dingen die je doet, wat je zegt, wat je uitstraalt, wat je typt, wat je verstuurt. En ga ook je collega's bewust maken van dat belangrijke geheim, want het zit in hele kleine dingen. En samen maken we de wereld een stukje gastvrijer en gelukkiger. Succes!